Dit was Toen. Het programma waarin ik elke week in het Gelderse archief een aantal films uit de archieven mag halen. En terugstap in de tijd. De vorige eeuw. Films van amateurs en professionals. En vooral heel veel nostalgie. Ik ga weer kijken en we zien wat de dag ons brengt. You wake up. The time has slipped away. And suddenly it's hard to find. Memories you left behind. Remember. Do you remember? The laughter. And the tears. Het leuke is dat ons programma er al toe heeft geleid dat heel wat mensen hun oude films hier hebben afgegeven. Krijgen ze een mooie digitale kopie. En hier worden die films bewaard onder precies de juiste omstandigheden. Moet u ook doen hoor, als u iets heeft thuis. Echt. Even kijken, wat zullen we er nou nog meer van maken? Die. Dat waren nog eens winters. Het is een film die gemaakt is in 1984. Uit Tricht, de heer H. Kroes heeft hem gemaakt. En het riviertje wat je ziet, dat is de Linge. Eentjes voeren. Tegenwoordig, als er ergens een brand is, dan staat iedereen er natuurlijk meteen bij met zijn mobieltje om te filmen. Maar dit is dan toch eigenlijk best wel uniek. Hier gaat de molen van Oosterwolde in rook op. Het is een film die gemaakt is door meneer Gerritsen. En dit was 13 april 1976. Oh, wat een fik, hè. Dood en doodzonde. Die muziek alleen al, die is natuurlijk goud. Het is filmmateriaal van meneer Ebbink en meneer Gerritsen. Het is het volksfeest in Laagkeppel, Hoogkeppel en Eldrik en omstreken. Een film uit 1978. Nou, wat zullen we vandaag kiezen? Wat vinden jullie, mensen? Ik weet het wel. De brandweer, daar heb ik namelijk wat mee. En die fik in de molen, dat levert wel genoeg op om vandaag eens te kijken of er meer dingen te vinden zijn over de brandweer bij ons in de provincie. De Bovenrijn, Waal en Merwede vormen de drukste scheepvaartroute van Europa. En de laatste jaren is daar vooral het vervoer van gevaarlijke stoffen sterk toegenomen. Een ononderbroken stroom schepen met benzine, gassen en chemicaliën. Als er op die schepen brand uitbreekt, moet de vrijwillige brandweer van een van de dorpen langs de oever die blussen. Maar die kleine brandweerkorpsen zijn daar niet op berekend. Nu zijn er dan twee gloednieuwe, modern uitgeruste blusboten. De Zuid-Holland in Dordrecht en de Gelderland die in Nijmegen is gestationeerd. De beroepsbrandweer van Nijmegen zorgt ervoor dat de Gelderland dag en nacht paraat is.
Een hele organisatie, want er moesten bijvoorbeeld 6 scheepsbemanningen komen. Goedemorgen. 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 Hoi, Marlies. Welkom aan boord. Dankjewel. Hoi. Marlies, welkom aan boord. Dankjewel. We hebben een flesje voor u in het kader van de veiligheid. Ja. Ik zal hem even zo erover en dan als een jasje aantrekken. Ja. Want we gaan ervan uit dat er natuurlijk niks gebeurt. Nee, daar ga ik ook maar vanuit. Ja. En ik ben gewoon Marlies hoor. Geen ja, dank. Okay. Dat is fijner. Hij blaast vanzelf op. Mag hij niet... Blusboot de Gelderland is dus alweer dik 30 jaar oud. Ik zocht hem op in de haven van Nijmegen. Aan dek ontmoette ik Peter Willems en René Rieke. Ze maakten beide de begindagen van Blusboot de Gelderland mee. En René Rieke vertelde me zelfs nog over de jaren daarvoor. René, wanneer kreeg de brandweer zijn eerste blusboten hier in Gelderland? Gelderland kreeg de blusboten in het begin van de 70 jaren. Er waren nog rubberen boten waar de brandbestrijding op de rivieren mee verzorgd werd. Dat klinkt een beetje vreemd als je dat zegt, rubber. Ja, inderdaad. Het voordeel was dat die rubberboten snel waren, snel te plaatsen konden zijn. En er was op zich nog weinig studie gedaan waar een echte blusboot als zodanig aan moest voldoen. Ja. En die rubberboten waren wel voorzien van eenvoudige blusmiddelen. Zo'n klein pompje stond erop, je kon het water spuiten om te koelen. Maar eigenlijk bleef het daarbij. Ja. Het Rijk deed in het verleden wel wat. De brandweerkorpsen langs de rivier kregen rubber blusbootjes met een brandspuit. Maar die spuit was zo krachtig dat de bootjes tijdens het blussen sneller achteruit gingen dan vooruit. De jongens die daar toen mee op de rivier geweest zijn, die kwamen terug en die namen op staande voet ontslag. Want die wouden dat echt niet meer doen. Dat was zo levensgevaarlijk. In een rubber bootje. Ik kan me voorstellen dat dingen bijna smelten als je vlakbij hebt. Ja, exact. Ja. Ten eerste moesten we wachten inderdaad dat het veilig was. Dat de echte brand van boord eigenlijk min of meer uit was. Zodat je echt iets kon doen. Ah, oh, hier is tenminste warm. Goedemorgen, schipper. Hoi, Marlies. Oh, wauw zeg. Het is wel een mooi plaatje, man, hè? Wat was nou de grote verbetering toen deze boot er was ten opzichte... Ja, eigenlijk alles, geloof ik, hè? Nou, met name de veiligheid voor de opvarenden. Want ja, met een rubberboot naar een brand toe varen, dat is natuurlijk niet echt geschikt. Wie heeft dat ooit bedacht? Ja, wie heeft dat ooit bedacht? En toen deze boten kwamen, dat was echt een wereld van verschil. Hier konden we echt met een brandweerploeg konden we veilig optreden. En ook optreden bij chemicaliëntankers, brandbare stoffen. En deze boten die waren echt state of the art 32 jaar geleden. Ja. Ze moeten toch mensen proberen te redden, waardoor ze zelf ook in gevaar kunnen komen. Brandweer, is dat nostalgisch dan? Ja, veel kameraadschap onder elkaar. En op elkaar moeten vertrouwen en zo. Als er rook was, waar rook is het vuur, zeggen ze wel eens. En natuurlijk ook de brandblussen, uitrukken en de branden blussen. Nou, ik vind brandweermannen geweldig. Zo. Zo. Ah, dit herken ik wel. Ja. Dit hebben jullie in de wagens ook, zeg maar, op het land. Ja, dit is de accommodatie. Hier bevindt zich de opstapploeg die meegaat om te blussen. Goedemorgen, die mannen. Hebben... En die hebben hier ook alle materialen liggen. De persertoestellen, maar ook bij inzet met chemicaliënpakken en allerlei speciale materialen. En gasmaskers en dat soort ellende ook? Alles hebben ze hier voorhanden en ze kunnen zich hier helemaal aankleden. En dan vervolgens kunnen ze via de trap naar boven ingezet worden. Kopje koffie, niet onbelangrijk denk ik. Ja, zonder koffie werkt het niet, hè? Nee, nee. Helemaal goed. En weer terug? Ja, we kunnen weer naar boven. Wanneer hebben nou die rubberbootjes voor het laatst hun taak verricht? Eind 70 jaren zijn ze nog actief geweest, maar eigenlijk al heel snel gewoon leeg laten lopen, letterlijk en figuurlijk leeg laten lopen, niet meer gebruiken, wachten en met heel veel politieke druk vanuit de provincie en de burgemeesters van de oevergemeente, veel druk op het ministerie gezet. Het is jullie rivier, jullie economische belang. Kom maar geld om een goede voorziening te maken. Ja. Dus 82 moesten we wachten.
En daarom komen de leden van de vrijwillige brandweerkorps uit de omgeving een paar keer per week naar Nijmegen om te oefenen met de moderne apparatuur van de nieuwe blusboot. Zoals deze brandweerlieden uit Millingen aan de Rijn. U hebt wel eens met scheepsbranden te maken gehad in het verleden? Ja, vrij regelmatig mogen we wel zeggen. En ook enkele ernstige branden, waar dat doden bijgevallen zijn. Ja. Maar hoe deed u dat vroeger, zo'n scheepsbrand blussen? Nou, dan gingen we naar de rivier en dan hadden we dus zelf draagbare pompen. Die brachten we aan boord van bunkerschepen. Een waterboot noemen ze dat bij ons, of van een bergingsbedrijf. En nou, dan bestreven die brand van... Maar dat was een heel gedoe, denk ik, hè, of niet? Ja, dat was een heel werk. En ook om aan boord te komen en dergelijke dingen. Dat was een hele show. En dit is een hele verbetering? Dit is een enorme verbetering voor ons natuurlijk. Oh, jeetje zeg, dit is best hoog. Ja, ja, ja. Het is inderdaad hoog. En dit is waarmee jullie... Dit zijn de bluskanonnen. Ja. Ja. Daar kunnen we zowel water mee geven, maar daar kunnen we ook een hele schuimdeken mee aanleggen. Hij is nu naar beneden gericht, zeg maar. Een beetje omhoog en dan... Ja, hier. Oh, dit voelt wel heel stoer. 90 meter ver mee spuiten. Dus we kunnen echt van een afstand kunnen we blussen. Ik durf het bijna niet te vragen, maar... kunnen we hem even aanzetten? Ja, dat zal ongetwijfeld lukken, ja. Ja. Daar gaat hij! Daar gaat hij! Bosbrand, de schrik van iedere bosbezitter. Jaarlijks gaan vele hectare bos en heide in ons land door brand verloren. De meeste branden zijn aangestoken, dat wil zeggen door roekeloos omgaan met vuur in het bos. Roekeloos met een van de vele kampeerkooktoestellen. De bosbouwer tracht schade te beperken door brede, jaarlijks omgeploegde brandgangen tussen de percelen. Een andere methode is loofhoutsingels om de dennenbossen. De Veluwe heeft een der best georganiseerde bosbrandweren van Nederland. Wij spraken met de commandant, de heer Bloem. Meneer Rens, het is zo, deze kaart is eigenlijk het hart van de hele Veluwse bosbrandweercomité. De bosbrandbestrijding die kan alleen maar plaatsvinden wanneer de zaak goed gecoördineerd en goed georganiseerd wordt. We hebben daarom deze kaart moeten maken. Waar u op het ogenblik hier ziet branden, dat zijn de brandtorens die worden bezet zo gauw als er een droge periode, een brandgevaarlijke periode aanbreekt. Vanaf de 22 brandtorens op de Veluwe ziet men oneindige bossen. Hierop staat de brandwacht die voortdurend speurt naar verdachte rook. Wordt rook gesignaleerd, dan bepaalt de wacht de richting en meldt het aan de centrale in Apeldoorn. In de centrale tracht men door twee meldingen de juiste plaats te bepalen. De reportage van gewest tot gewest over de brandtorens op de Veluwe bracht me bij Tijn van Beek. Hij hield als jonge knul regelmatig de wacht op de toren bij Roosendaal, op het hoogste punt van het gebied. Een baantje waar bij wijze van spreken om gevochten werd. Het was een eervolle en serieuze taak. Dus jij klom hier omhoog. Ja, ja. Hoe oud was je toen? Ik was tussen de 16 en de 19 jaar. 17 en de 19 jaar. En 30 kilo lichter. Ja. Klom ik als een aap naar boven. Ja, gewapend met transistorradio. En brood en thee. En hoe lang zat je er dan? Nou, als het echt heel erg droog was. Van 's morgens 9 tot 's avonds 9. Gewoon 12 uur achter elkaar.
En soms deed je dat en dan deelde je dat, hè, met iemand anders uit de ploeg van vrijwillige bosbrandweer van Schaarsbergen. Dan deed de een de ochtend en de ander deed de middag. Jij zegt vrijwillige bosbrandweer, maar jij verdiende er wat mee bij. Ja, ik verdiende er toen een mega uurloon mee van 3 gulden per uur. Wat ik me kan herinneren, dat was toen echt heel veel. Dus je begrijpt, er was enorm veel animo om op deze toren te zitten. En hoe kwam jij erbij om bij de vrijwillige brandweer te gaan? Ik woonde in Schaarsbergen en we hadden in Schaarsbergen vroeger een kapper. Zoals ieder dorp zijn eigen kapper had en daar stond een enorme sirene boven op. En je wist, als die sirene ging, dan was er ergens bosbrand. En dan was het gewoon, iedereen die maar wilde, ging als een idioot daar naartoe. Want daar stond dan een wagen te wachten van de brandweer. En iedereen die er op tijd bij was, die sprong in die wagen. En die ging dan mee. En als je dan geluk had, dan kreeg je daar wat centjes voor. Maar het was natuurlijk ook de spanning en het gedoe eromheen. Dat kon nog vroeger, dat je meeging met de brandweer. Ja, dat ging er gewoon mee. Meestal in een aanhangwagen, achter een jeep of zo. Nou, dat is een tijd geleden, zeg. Ah, dit is wel mooi. Dit is wel een mooi uitzicht, hè? Het is prachtig. Het is echt prachtig. Jij was dus op jonge leeftijd al een beetje gefascineerd door die hele brandweer. Een kleine pyromaan, denk ik, hè? Zoals iedereen dat was. Maar dat vond je stoer natuurlijk. Stoer en spannend. En we leefden midden in de bossen allemaal. En daar was je zuinig op. Dus daar moest je voor knokken. Want als de fik erin was, dan moest je er snel wat aan doen. Kijk, we hadden toen nog geen mobiele telefoons of wat dan ook. Dus een brand, voordat die ontdekt werd en de brandweer dat hoorde, dat was wel eens een uur tussen. He, want iemand ziet het, moet op de fiets naar Roosendaal of Velp fietsen. En dan werd pas de brandweer gebeld als de toren niet bemand was. Maar bij hele droge dagen was die toren gewoon van 's morgens tot 's avonds bemand. Voor die reden, om zo snel mogelijk bij de brand, na het ontstaan van de brand, erbij te kunnen zijn. Ja, u spreekt hier met brandtoren 5 Oosterhoeve. Ik zie zwarte rook opkomen over nummer 56. Niet zo ver weg. Zwarte rook op 56 graden. Toren 5, zwarte rook, 56 graden. Die... 56 graden. Zwarte rook. Wil je toren 7 even bellen, Ab? Ja. Moet ik me dan voorstellen dat jij daarboven echt de hele dag alleen maar uit het raam zit te kijken? Ja, je kijkt gewoon een beetje rond. Het is, wij spreken, een saai televisieprogramma. Zit je ook wel eens een krant bij te lezen. Dan kijk je af en toe naar die televisie en dan kijk je weer in de krant. En dat deed ik dus ook. Ja. Je kijkt dus wel continu in de rondte, maar je zat dat te lezen of wat te doen of naar de radio te luisteren. Maar ja, je was je wel doordrongen van het feit dat je een hele verantwoording had en dat je goed op moest letten. Een brandweerman. Wat voor type mens? Ja, pyromaantjes of zo, zoiets? Een beetje macho's, hè? Die willen een beetje een... Nou, macho, nee, dat wil ik ook niet helemaal zeggen. Maar je moet toch... Je moet niet bang wezen, laat me het zo zeggen. Ja, van alles. Katten uit de boom halen. Blussen. Ja, als iemand in het water ligt. Ja, alles, denk ik. Hoe vaak heb jij een brand ontdekt? Nou, in al die tijd misschien een keer of 10 in de jaren. En de grootste brand die ik ontdekt heb, dat was de brand op het defensieterrein bij het Harde, de schietbanen. Wacht even. Het Harde is heel ver weg hier. Harde is heel ver weg. We kunnen ook heel ver kijken, hè, vanuit deze toren. Als het heel mooi weer is, dan zien we ook de hangbrug bij Emmerich. We kunnen tot Utrecht soms wel kijken als het heel helder weer is. En het Harde is dus zeg maar aan de noordkant van de Veluwe. Ik heb toen ook gebeld en gezegd, het is heel ver weg, maar volgens mij is het een grote brand. En toen later ben ik teruggebeld van, ze hebben ons niet nodig.
Dus ik zeg ja, maar hij wordt wel steeds groter. En dat was die hele grote brand die Defensie daar zelf wilde blussen? Op de schietbaan. Zeg maar. Defensie wilde die zelf blussen. Ja. Dat konden ze zelf. En daar hebben ze zich toen helemaal op verkeken. Met bosbrand in Apeldoorn kun je in oostelijke richting ook zwarte rook waarnemen. Ja. Over 10 graden. Ja, zwart. Ja. Hou het even in de gaten. Mooi, dank je. 10 graden, zwarte rook. Dat zijn de proeftuinen Spelderholt. Wil jij even een tankwagen laten uitrukken, dan zal ik Uggelen waarschuwen. Attentie, tankwagen 3 uitrukken, bosbrand Spelderholt. Ik begrijp dat je niet veel had boven, maar wel een telefoon. Ja, dat, ja, met slot. Hè? Ik ging gewapend met 3 sleutels. De sleutel voor het eerste luik, het topluik en een sleuteltje van de telefoon. Ja, je wilt geloven of niet, daar liep een telefoonlijn van deze toren tot in Velp. Totdat die een keer kapot is gegaan. En dan kwam ieder morgen, als ik hier kwam, kwam er iemand van de motorpolitie. Die kwam mij een portofoon brengen. Toen ging het over een portofoon. Maar vroeger stond er dus een telefoon en ik belde gewoon met de centrale. En wat wil je nou mooier als jongen van 18 jaar of 17 jaar, dat als je gebeld had dat er een brand was, dat je dan het raam boven open kon doen en dat je dan wachtte totdat de sirene hier in Velp begon te loeien. Dat was natuurlijk prachtig. Laat even zien, want ik zag hem net al. Kijk, dat ben jij. Ja, en mijn jonge jaren. Wauw. En er kwam op een gegeven moment een journalist op de toren klimmen. Die zei, ik wil hier graag een verhaaltje over maken. Komkommertijd, hè? Juli, augustus. Mooi verhaal. Mooi verhaal natuurlijk. Ja. En er stond boven, turend naar de brand. Vanaf de brandtoren in Roosendaal werd in 1976 een van de grootste bosbranden van de Veluwe ontdekt. Op de brandweerkazerne in Hoenderloo trof ik Willem Wolfswinkel. In 1976 was hij als brandweerman nog een groentje. Een van de redenen waarom hij juist deze bosbrand nooit meer zou vergeten. Want waar is nou die brand precies begonnen, wij ze? Nou ja, precies. Dat is ongeveer op dit plekje. Dat is om 10 meter nauwkeurig, denk ik. Ja. Dat was dus aan de oostkant van de oude Arnhemse weg. En dan moet je je voorstellen dat dit A50 is, die er toen nog niet was. Ja. Dat was dus oude Arnhemse weg dit. En hij zat hier. Hier is hij begonnen. Op dit plekje ongeveer. Vlakbij de brandtoren. Vlakbij de brandtoren in de buurt. Ja. Die hebben hem ook als eerste gemeld. Met nog een toren samen, meen ik. En wij van Brand de Hoenderloo kwamen dus van deze kant afrijden. Zo langs het vliegveld Delen. Vliegveld Delen ligt hier. Ja. En dan kom je hier op de Koningsweg uit. Daar hier bij het IPC, en waar de heide mee zat. En dan steek je door. Hier hebben we die oude Arnhemse weg dan, wat nu de A50 geworden is, waar je overheen gaat. En als je deze dan zou volgen, zou je dus bij die brand uitkomen. Waar kwamen jullie de brand tegen, zeg maar, toen je daarheen ging? Hier zo, daar zo. Toen was hij al uitgebreid natuurlijk. Hier zat hij ongeveer al. Oh, en uiteindelijk, want dit is allemaal Hij kwam tot hier. Ja, hè? Eigenlijk had dit ook allemaal oranje moeten wezen, maar mijn stiffie was bijna leeg. Zo. Ja. Hoe bent u eigenlijk hier zo verzeild geraakt? Ik moest werken en daar ik een gigantische hooikoorts heb de laatste tijd, werkte ik vandaag thuis. Dat kan nu dan lekker zijn. Ja, dat was dan ook nog cool ook. En toen hoorde ik van die brand en het werd steeds erger. En om de, laten we zeggen, heet het in de nieuwsdienst, die vertelde ook wat een enorme de schade dit was voor de Veluwe. En toen heb ik aan de politie gevraagd in Driebergen, want de politiekorpsen waren hier allemaal bezet. De telefoon niet, of ik assistentie kon verlenen met een Land Rover en een Range Rover. En toen hebben ze gezegd, bijzonder graag of ik wilde komen hier naar het schietkamp om me daar bij de commando in te melden. En toen heeft de commandant gevraagd of ik met hem mee wilde. En toen zijn we met de commandant, met de Range Rover, zijn we dus het vuur in gegaan. Dan was ik wel heel blij dat die commandant bij me was.
Het was nog niet zo dicht bij het loo dat dat gevaar zou lopen. Nee, maar wat ik wel hoorde, dat is Burgers Dierenpark. Daar was het nogal op 800 meter, kwam het dichterbij. En ja, de Veluwe die ligt aan mijn hart. Dus ik vind als ik assistentie kan verlenen met eventueel transport van mensen, dan had ik dat graag gedaan. Hoe oud was jij? Och, Gert, 26, 25 jaar. Ja. Ja. Met welk gevoel? Wat gebeurt er op het moment dat... Adrenaline, hij doet er nooit van gehoord. Maar voor mij stroomde dat toen wel. Ja. Dit was heel erg heftig. Dit heb heel veel indruk op me gemaakt. Ik ben er best een beetje bang geweest, maar dat was eigenlijk op een later moment weer. Toen we dus zagen dat die band eigenlijk onbeheersbaar was, ben ik echt een beetje bang geweest wel. Het was net oorlog. Zoveel rook en zoveel hitte en zoveel vuur. Op die Uggelse hei daar tegenover, toen was ik een jongetje van zo, dus dat is 55 jaar geleden. En dat was toen een heidebrand. En daar ben ik met mijn vader achter op de brommen naartoe gegaan. Toen die heel erg goed school. En, op de Veluwe, vlak bij die campings. En dat was heel indrukwekkend. Ik heb er later altijd nog van gedroomd. Wat zag je? Ja, de hei in de brand staan, of de bosbrand. De heidebrand. Mijn man had ook de bus, dus die wou toen wel erin naartoe. Maar ja, niemand mocht er eigenlijk naartoe. Hè. Ja, dat kan ik me nog wel herinneren, maar voor het rest. Dat het wel hevig was, hoor. Was er rook te zien hier? Ja. Het is wel echt heel prachtig, dit stuk, hè? Dit is een geweldig stuk. Wat je nu ziet, is zoals de Veluwe eruit hoort te zien. Maar dit stond dus helemaal in de fik? Ja. dit randje even niet. Iets 100 meter verderop wel. En dan moet je bedenken dat het begonnen is aan die bosrand, waar ik nu naartoe wijs, die richting. Ja. Daar is de brand ontstaan. Helemaal precies kunnen we dat niet zien. Want de brand gaat ook zelfs wel eens tegen de wind in branden, een klein stukje. Maar in die omgeving ongeveer. Dus hoeveel dagen heeft die brand nou geduurd? Ja, eigenlijk was er op de eerste dag van de 9e juli, was het brandmeester het eind van de middag. En brandmeester betekent bij ons dat de brand geen kans meer heeft om zich uit te breiden. Maar daarom is die brand er nog niet meer klaar. Je hebt natuurlijk wel nablussingswerkzaamheden en die hebben nog dagen geduurd. Ik ben hier 3 dagen geweest met mijn korps. Oké. En hoeveel brandweermensen hebben meegewerkt aan het blussen? 59 tankuitspuiten hebben zijn ingezet. En dan moet je rekenen met een gemiddelde bemanning van 5 à 6 personen. Oh, 300 man of zo. Ja, maar dan noemen we een inbranelijke factor nog niet, die ook van ons nut geweest is. En dat zijn de militairen. Die hebben ook geholpen. Er zijn 2000 militairen druk geweest. En die militairen die hebben dus ook nog Leopards, van die ouderwetse tanks, ingezet. Ja. Met van die schuifborden ervoor op, om wegen voor ons te banen. Maar we hadden op een gegeven moment waren we leeg en toen moesten we richting de stad naar Arnhem toe om te tanken. En we kwamen weer terug en toen waren de vlammenzeeën waren zo hoog, toen was de kroonvuur. Wat voor vuur? Kroonvuur. Ja? Stel je voor die dennen, die berkjes vergeten, er komt geen kroonvuur in. Maar zie die dennen daar staan, zo van een meter of 15 hoog. En als dat brandt, dan zit er een vlammenlast bovenop van ook nog dezelfde hoogte als wat de boom heeft. Ja, daar zou ik bang van worden. Nou, wij ook. Dat is niet echt fijn. Dan blijf je wel een beetje uit de buurt. Hebben jullie het er nog vaak over? Ja, we hebben het er nog regelmatig over. Met de oudere jongens natuurlijk, maar de jonge jongens die zegt dat niet zoveel meer. We hebben het er nog regelmatig over. Heel leuk om over na te denken. Ik rij hier ook nog maar eens rond om te kijken. Toen dit en toen dat natuurlijk. Er zijn ook aardige dingen natuurlijk gebeurd, hè. Sir Willem. Mm-hmm. Jij kent toch wel dat gouden boekje van die 5 brandweermannetjes, of niet? Nou, dat is niet serieus genoeg, denk ik, voor mij, hoe jij het verhaal hoort. Nee, ik ken het echt niet. Wat een enerverende dag was dit weer. Al ging het over vuur, het was stervenskoud op de boot en in de toren. Volgende week kunt u onder andere zien hoe ik meemaak dat er 2 lammetjes worden geboren. Graag tot dan!